Vroeger waren er hier in Ommoord alleen maar polders en boerderijen. Maar tegenwoordig staat het vooral bekend om haar vele flatgebouwen. Een proces dat 50 jaar geleden begon. De wijk Ommoord is gebouwd als eigenlijk stadsuitbreiding en wederopbouwwijk. Dus na de Tweede Wereldoorlog was er gewoon tekort aan huizen in Rotterdam. En toen werd deze groene polder opgeofferd voor stadsuitbreiding. Het was eigenlijk de voedselschuur, de graanschuur voor Rotterdam. Dus de boeren namen de koeien mee naar de stad voor de slachterijen. Maar de tuinders leverden groenten en fruit. En dat is in 1965, 1970 is dat helemaal weggevaagd voor de bouw van deze nieuwe flatwijk. Ondanks alle nieuwbouw zijn er toch nog genoeg stukjes in Ommoord die de makeover hebben overleefd. We staan hier precies voor een oude kastanjeboom. Die behoorde bij een boerderij aan de voormalige Ommoordseweg 200. En die boerderij die stond dus hier met zijn rug precies naar de Kellogg Flat. Wat we net dus zeiden wat de eerste flat was in Ommoord. Vandaag kwamen veel Ommoorders in de Romeinshof bij elkaar om het 50-jarig jubileum van Ommoord te vieren. En ondanks dat het in de grote stad ligt, zien velen Ommoord toch als een groen en gezellig dorp in dat grote Rotterdam. En veel mensen en heerlijke wijk om te wonen met natuur eromheen. De rotten zitten vlakbij, dus het is prima plek. En het is ook best wel dorp. Je kent iedereen in het straatje en dat is ook best. Ja, het is toch soms een beetje een dorp in de stad. Zichzelf is Ommoord natuurlijk een klein plaatsje, 25.000 inwoners. Op sommige plekjes zijn zo intiem en knus bij elkaar dat het een soort dorp is. Dus, en er wonen heel veel wat oudere mensen, dus die ook toch wat meer gehecht zijn aan sociale controle en aan sociale cohesie en aan de dingen met elkaar doen. En ja, we kunnen stellen dat hij hier al best wel lang woont, toch? Ja, 46 jaar. En 46 jaar geleden, hoe zag Ommoord er toen uit? Ja, een grote zandvlakte. Alles kan ik het niet noemen, met hier en daar een poot omhoog en dat was dan een flat. Al die jaren het zo erg heeft zien veranderen, bent u het nooit zat geworden? Nee. Nee, want ik wil hier ook nog steeds niet weg. Dus we proberen me wel eens ergens in een bejaardenhuis of in een verzorging, maar dat ze... Nee hoor, dat ze moeten me uit mijn huisje dragen. In het kader van het jubileum worden er in Ommoord deze maand allerlei activiteiten georganiseerd. Voor meer informatie erover kunt u terecht op www.sara.heidebes.nl.